3000 euro netto overhouden per maand als ZZP'er. Hoeveel moet je dan omzetten? Om uit te komen op 3000 euro netto per maand, dus na aftrek van belastingen, moet je minimaal een winst halen voor belasting van 41.000 euro. Ik ga je laten zien waarom. In dit voorbeeld ga ik uit van een omzet van 53.000 euro en kosten van 12.000 euro. Dat is natuurlijk per onderneming afhankelijk, maar in dit voorbeeld kom ik dan dus wel uit op die 41.000 euro. Vanuit daar hebben we te maken met twee verschillende aftrekposten, de startersaftrek en de zelfstandige aftrek. Voor beide moet je voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar dat je aan je bedrijf moet besteden. De startersaftrek mag je 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar van je ondernemerschap. De zelfstandige aftrek blijft bestaan. Let wel even op, deze wordt de komende jaren verder afgebouwd. Hier volgt een bruto winst na ondernemersaftrek van 33.847 euro. Vervolgens gaat daar altijd de MKB winstvrijstelling van af van 14%. Hier hoef je niets voor te doen. Dit wordt automatisch in je aangifte inkomstenbelasting verwerkt, waardoor je belastbaar inkomen ruim 29.000 euro is. Hierover wordt dan vervolgens inkomstenbelasting berekend. Dat zijn in dit geval zijn 10.749 euro. Maar hier gaan dan ook weer de algemene heffingskorting en de arbeidskorting vanaf, waardoor je per saldo betaalt aan inkomstenbelasting 3236 euro. Ook betaal je altijd nog inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, in dit voorbeeld 1580 euro, waardoor je totaal aan belasting betaalt 4800 euro. Nou, en dan het belangrijkste, als je deze 4800 euro aftrekt van de winst voor belasting van 41.000 euro, dan blijft er dus netto over 36.000 euro en dat zorgt dus voor een netto bedrag van 3000 euro per maand.